De auto van rijschoolhouder Irene Stout uit Almere staat al sinds december stil. Door de coronamaatregel mag ze geen rijles meer geven. Dus besloot ze haar diensten op een andere manier aan te bieden. Ik ben een actie begonnen om te kijken of ik mensen kan helpen die gevaccineerd moeten worden. Die geen vervoer zelf hebben en ook eigenlijk geen taxi kunnen betalen. Daar zijn er natuurlijk genoeg van. Stout kwam op het idee toen ze haar schoonvader onlangs te hulp schoot. Mijn schoonvader moest geënt worden en die bood ik aan om te rijden. Dus waarom niet mijn schoonvader en ook anderen helpen? Ik doe de hele dag nu niks, wij mogen niet werken, dus zo kan ik, ben ik bezig en kan ik anderen ook helpen. Ze kan zelf geen gebruik maken van de coronasteunpakketten. Toch kan Stout haar diensten gratis aanbieden via Facebook, omdat haar man wel werk heeft. Ik doe dit kosteloos, mijn auto die kost mij toch geld nu, want die moet ik gewoon doorbetalen. Mijn man die sponsort best wel zijn tankje benzine of diesel in dit geval. En ik doe het dus gratis. Ik hoop dat er mensen zijn die ik kan helpen. Die ik gewoon naar de vaccinatieplek toe kan rijden. Uiteraard ook weer terug naar huis. Ik laat ze daar niet staan.